partij die een bevolkingsgroep apart zette. De Centrumpartij van Hans Janmaat, vroege jaren 80. Die werd werkelijk met alle middelen bestreden, tot geweld aan toe. En als ik zeg, Nederland is voor de Nederlanders. Wij houden van dit land en van deze cultuur. Dan kan geen Kamer en geen parlementaire meerderheid en geen grondwet me dat verbieden. Wanneer je hele grote groepen binnenlaat die dus alleen maar benadrukken, ik wil geen deel uitmaken van deze samenleving, die vind ik onrein. Hè? Wat jullie eten is onrein, wat jullie dragen is onrein. Dat is dan dus interculturele botsingen. Ik denk dat gaat helemaal fout. Die aantallen, dit ging zo hard en je ziet die wijken zo snel veranderen. Eind jaren 70 zag je gewoon een hele andere bevolkingssamenstelling. Je zag echt dat er gewoon onrust kwam in die wijken. Ik vind gewoon op een gegeven moment moet er iemand toch zijn die het zegt. Hè, wat de massa denkt. Ik kom alleen maar om checkies te halen en voor de rest doen ze niks. Ik denk als je die dan eruit gooit, dat je dan dat er wel meer werk zou zijn in Nederland. Wat mij aansprak, dat waren gewoon de punten. Hè? Dus drugs, criminaliteit, het vreemdelingenprobleem. Wat toen helemaal uniek was. Want je had een hele sterke linkse stroming hier in Nederland. Een linkse kerk die overheerste alles en iedereen. Want je werd eigenlijk door iedereen voor gek versleten. De angst in de samenleving was echt groot aanwezig. Juist omdat je niet wist, met de oorlog in het achterhoofd, waar het toe zou gaan. Je wist niet hoe groot het zou worden, je wist niet hoe gewelddadig men zou worden, je wist niet enzovoort. Toen ik een organisatie heb zoals wij hadden, en wij waren van de kraakbeweging met ook nog een keer een flinke groep daarin, die bereid was verder te gaan in het algemeen met verzet. En ook de confrontatiepolitiek niet schuwde. De Nederlandse bevolking is door de eeuwen heen altijd gastvrij geweest. Dat zijn we nog, maar dat worden we natuurlijk niet meer op het moment dat grote aantallen mensen met andere culturen hun culturen nogal luidruchtig aan ons gaan opdringen. Je hebt de Centrumpartij stem, ben je racist? Nou, ik ben geen racist. Die meneer altijd zegt, buitenland. Daar zijn we niet. Ja, ik kan het wel zeggen. Als ik die mensen die zich kwets voelen tegenkom, nou ja, dan wil ik zeggen van ja, maar we hebben 10 punten. Kijk maar, dat punt van de Nederland is geen migratieland, dat is niet uit vreemdelingenhaat. Nee, dat heeft een ecologische basis. Nederland, die kan hooguit 8 miljoen mensen herbergen. Dat kan je opkrikken met filters en met techniek en allerlei tot 12 miljoen. Maar meer dan 12 miljoen kunnen we niet aan. Toen we steeds meer op het 10e punt, Nederland is geen immigratieland, zoveel weerstand hebben dat de mensen niet in dialoog met ons wilden gaan, zei ik, Hans, is het niet beter dat we dat punt even laten rusten en laten zien naar buiten toe dat we geen één partijprogramma zijn. En toen zei Hans Janmaat, als je dit punt nu laat vallen, dan eindigen we als DS70. Een hele fatsoenlijke, integere partij waar op een gegeven moment geen hond op stemt. In de volksbuurten is de opnamecapaciteit nu ook over. Het zit daar vol. Janmaat blijft hameren op het vreemdelingenvraagstuk en met succes. In 1982 verovert hij met de Centrumpartij 1 zetel in de Tweede Kamer. Het Binnenhof stroomt vol. Janmaat werd als nieuwkomer achteraan gezet. Wie zaten er naast hem? De voorzitter, die dus nooit naast hem zat. Dat was u? Dat was ik. En dan nog 1 lege plaats, want er waren 151 zetels. 1 meer dan nodig. Dus hij heeft 4 jaar lang hier alleen gezeten. Wat betekende voor Nederland de zetelwinst van Janmaat? Schaamte. Mensen hadden niet verwacht dat dit zou gebeuren in Nederland. Het was een schok. En waar werd die schok door ingegeven? Door het feit dat het voor het eerst in het parlement een extreemrechtse partij kwam.
voor het eerst sinds de NSB, kun je zeggen. Wij zijn gewoon voor die centrum. Al die buitenlanders er allemaal uit. Je weet niet wat je doet. Wij zijn jammer. Je weet wat je lult. Het is een droom. Nooit bang zijn, hoor. Oh, nooit bang zijn met tuig. Associatie met de Tweede Wereldoorlog. De vreselijke dingen daar. Het gebruik van die associatie, dat noem ik populistisch. Dat gekrijs, ook in de jaren 80 tegen ons, dat is niet ingegeven door een bezorgdheid van de Tweede Wereldoorlog, dat weer komt. Dat is manipuleren van angstgevoelens. Ik kan me niet één collega parlementariër herinneren die echt gezellig met hem omging. Of uitvoerig met hem sprak. Hij was heel eenzaam. Meneer de voorzitter. In sommige fracties was uitdrukkelijk afgesproken om hem te negeren. Die druk is ook enorm geweest. Dat is gigantisch geweest. Hè. We werden gewoon elke avond moest ik de telefoon de stekker eruit trekken. Want anders ben je gewoon zoveel keren per nacht bedreigd en verrot gescholden. Stenen door de ruiten. Op een gegeven moment kon ik niet meer verzekerd worden. Hè. Het was gewoon volstrekt onleefbaar. En dat zonder beveiliging. Hè. Want dan zeiden ze gewoon van, dan moet je maar niet zulke uitspraken doen. Alle inhuldigingen, zullen we maar zeggen, installaties, die leiden wel tot een bepaalde tegenreactie. In Almere was het zo dat er een flinke groep mensen uit het Amsterdamse heen ging om daar te demonstreren. Toen die raadsvergadering begon, toen zaten er 80 actievoerders en die begonnen dusdanig hard te schreeuwen en dat er van enige orde geen sprake meer was. Gaf de burgemeester opdracht om die zaak te ontruimen. En het was een uitgang, die was zo breed, die was een meter breed. Dus al die lui, die moesten dus één voor één die zaal uitgeslagen worden. Standaard ging het helemaal verkeerd met die installaties. Ja, je kreeg niet de kans om te groeien eigenlijk, want er waren steeds veel te weinig mensen die hun nek wilden uitsteken. De zaken waar men voor veroordeeld is, daar zou je tegenwoordig overigens niet meer voor veroordeeld worden. Want dat roept nou zo ongeveer iedereen, hè, of veel mensen roepen dat Nederland vol is. Want daar is Janma destijds voor veroordeeld. Stonden die rechters toentertijd onder invloed van de publieke opinie? Ja, en dat is heel goed ook dat gebeurt. Als je nu kijkt naar wat wel kan en niet kan, ligt dat heel anders dan in het eind van de 70 en 80 jaren. Dus zo'n rechter probeert altijd een antenne op te zetten en hè, de maatschappelijke context te proeven. En dan zie je dus in dit dossier dat er tegenwoordig veel meer kan dan vroeger. De uitspraken die Geert Wilders nu doet, zouden die toen de tijd tot vervolging hebben geleid? Ja, absoluut. Ja, zeer zeker. En ook meteen tot veroordelingen. Want die uitspraken zijn natuurlijk veel heftiger dan wat Janmaat ooit heeft gedaan. De opbouw en werk van deze bevolking op dit grondgebied geeft ons de grootste rechten. Wil je meer? Abonneer.